Anne en Sophie, jullie hebben het ook gezien dat er iets dramatisch zit aan te komen in de familie. Maar die Roos en Peter, die lijken in een brand te zitten. En ja, loopt dat goed af? Hoe gaat dat aflopen? Dat weten we eigenlijk nog niet. Wat denken jullie dat daar allemaal aan de gang is? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat inderdaad niet goed gaat aflopen, hè. Het is alom geweten dat Peter eruit gaat. Dus we hebben kunnen zien dat Peter Victor nog uit de brand kan halen. En dan een buurvrouw, denk ik, dat die dame was, heeft kunnen overhandigen. Dus Victor zal er heel hard uitkomen. Maar ik vrees voor Peter en Marie-Rose dat het hun exit zal zijn vrijdag. Dus ik vrees dat dat inderdaad niet goed gaat aflopen en dat we op die manier afscheid moeten nemen van Peter en Marie-Rose. Dat zij in een brand zullen blijven. Gaan Peter en Marie-Rose ook volgens jou sterven in die brand dan? Ja, ik heb ook de spoiler gezien dus, van de brand in hun huis. Dus ik denk ook dat ze zo uit de serie zullen geschreven worden, wat ik wel drastisch vind. Maar ja, we wisten het natuurlijk. De kleine Victor zal gered worden en volgens mij gaat hij opgevangen worden door Matthias. Denk ik dan. Ik denk dat Francesca heeft de rechtszaak verloren. Dus ik denk dat hij dan op die manier zo weer gaat verdwijnen, stilletjes aan uit de serie. En dat Victor inderdaad gaat opgroeien bij Matthias en Vanessa, denk ik. Maar ik vind het wel zonde dat ze er zo moeten uitgaan. Dat dat heel drastisch is, want begin van de week waren de andere twee er ook al uit. Dus dat is in één keer wel veel op één week. Maar ja, het is wel artistisch met soap, hè. Ja, en over Francesca gesproken, heeft zij iets te maken met die brand, denk je? Ja, zeker weten. In Ja? de Zou zij spoiler die zag je ook. aangestoken hebben of Ja, zo? daar ben ik zeker van. In de spoiler zie je ze vertellen tegen Jan. Heel de uitleg aan toen met Jan wat er gebeurd is. Waarin Jan dat voorstelt van toch nog eens met Peter te gaan praten, want dat Peter toch thuis is met Victor. En je ziet haar gezicht helemaal verstijven van oei, die zijn wel thuis. Dus ik ben vrij zeker dat Francesca daarachter zit. En als zij op die manier, want volgens dat er zo in de boekjes stond voor volgende week, gaat Louise Cedric opvangen. Cedric wordt Victor opvangen en betrapt zij Francesca in de kamer van Victor. Dus ik denk dat ofwel Veronique hem gaat willen opvangen. Ofwel dat de familie net gaat willen dat dat niet gebeurt. En dat Louise daar de zorg eventueel met Mieke over gaat nemen. Maar ik denk dat wel degelijk Francesca de aanstoker gaat zijn van een brand. Ja. Ja, daar ben ik vrij zeker van. En zou Francesca dan geen kandidaat meer kunnen zijn om Victor op te vangen? Nee, ik denk het niet. Waar denk Ik jij denk dat het. Victor terecht gaat komen aan? Ik denk eerder bij Matthias, want Matthias is ook de Peter van Victor. Dus Francesca gaat niet meer inderdaad, denk ik, de kans krijgen. Ik denk inderdaad dat de spoiler dat mijn collega hier zegt, heb ik niet gezien. Dus dat wist ik niet, maar dat weet ik dan nu. Maar ik denk dat hij gaat opgevangen worden door Matthias of inderdaad misschien door Veronique. Zou kunnen, maar verder weet ik het ook niet, want die spoilers heb ik niet gezien. Er zullen Ja, wel ik denk genoeg toch eerder kandidaten Peter. zijn. Ja, ik denk Ja, eerder denk Louise, want zij is tenslotte meerderjarig en zij is de zus. Dus zij heeft eigenlijk als eerste in lijn, wettelijk gezien, heeft zij de meeste kans op het hoederecht eigenlijk op Victor. Maar Dus ja, ik zij denk is natuurlijk daarom nog aan het eerder. studeren, ze is nog heel Ja, dat jong. wel. En daarom denk ik eerder aan Mieke dan. Want ja, Matthias is niet meer geliefd in de familie. Dus ik denk niet dat de familie daar akkoord mee gaat gaan. Dat Victor naar Matthias zou gaan. En ik denk dat Louise dat zelf ook niet zou willen. Ik denk dat zij daar wel een beetje haar voet gaat tussen steken. Tenzij dat inderdaad Veronique een stap naar voren doet. Maar dat ze dat dan misschien weer niet gaan willen. Omwille van de slechte opvoeding die Cedric dan gekregen heeft. En ja, ik weet het niet op dat punt. Ik heb er We geen goed zagen wel een idee mooi van. moment tussen Veronique en Victor, hè? Ja, inderdaad. Dus daarom denk ik dat zij wel een beetje gaat opstappen, ook als zeggen van het is mijn broer, het was mijn broer, het is zijn kind, dus ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, denk ik dan.
En ja, uiteindelijk gaat zij wettelijk gezien veel meer recht hebben op Victor dan Matthias uiteindelijk. Want uiteindelijk is Matthias maar een vreemde. Wettelijk gezien dan toch. Dus ja.